De Nederlandse overheid is van plan om contractarbeid op te nemen in haar 10-jarenplan, net als slavernij. Dit meldde historicus Maurits Hassankan gisteren tijdens de lezing Contractarbeid uit de schaduw. Hassankan, die recent in Nederland was voor een conferentie over dit onderwerp, benadrukte dat bij het bestuderen van contractarbeid de focus op Suriname moet liggen, waar het grootste deel van de nakomelingen van contractarbeiders woont en niet op Nederland. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik tijdens mijn korte spreekbeurt, tijdens de conferentie of symposium, dat naar voren heb gebracht. En de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft dat ook beaamd. En hij bepleit dat er samengewerkt zou moeten worden, want dat is ook een probleem. Want net zoals Afro-Surinamers, althans sommigen, denken dat wanneer de nakomelingen van contractarbeiders ook worden meegenomen, dan wordt de spoeling dun. Dat geld dat beschikbaar is, dan moet over zoveel groepen worden verdeeld. En ik heb het gevoel dat er in Nederland onder de nakomelingen, met name bij de Hindustanen, men denkt, wat komt die Hassan Khan hier doen? Het is van ons. Dus wij zullen moeten samenwerken met elkaar, omdat wat er ook gebeurt, de middelen zijn beperkt. Want men rekent erop dat er wat geld beschikbaar moet worden gesteld, niet om aan iedereen individueel geld te geven, maar programma's, een 10-jaar programma, waarbij activiteiten worden ontplooit om de negatieve gevolgen van de doorwerking van kolonialisme en slavernij en contractarbeid, om die daaraan te gaan werken. Hassankan haalde verder aan dat bepaalde facetten van slavernij en contractarbeid als onderdeel van ons koloniaal verleden als een nationaal vraagstuk aangepakt zullen moeten worden. De historicus pleit daarom ook voor een degelijke samenwerking onder de nakomelingen en contractarbeid en slavernij. Dus je moet niet gaan zeggen, dit is voor de contractarbeiders en dit is voor de slaven. Samen, er zijn heel veel dingen die gezamenlijk gedaan moeten worden. En ik heb ook stellingen geponeerd. En een van de stellingen, een van de gevolgen van emigratie en van slavernij is het ontstaan van een multiculturele samenleving, multietnische samenleving in Suriname. Met zijn voor- en nadelen. En een van de nadelen is dat wij, ondanks het feit dat we trots zijn, dat we een vreedzame samenleving zijn. Ik zelf propageer dat wij een voorbeeld zijn voor het buitenland. Toch zijn er zaken waarover wij ons ongerust moeten maken. Omdat er discriminatie is, vooroordelen, wat we noemen etnocentrisme, etc. En die dan van tijd tot tijd de kop opsteken. Historicus Hassankan pleit ervoor dat er een uitgebreid onderzoek wordt verricht naar de positie van de verschillende etnische groepen en de onderlinge relatie in Suriname. Dit is cruciaal omdat alleen op die wijze mogelijke etnocentrisme en discriminatie, wat volgens Hassankan een gevolg is van slavernij en contractarbeid, aangepakt zullen kunnen worden. De lezing werd gisteren door de kenniskring gehouden aan de vooravond van de herdenking van 151 jaar Hindoestaanse immigratie vandaag.